De deelnemers van het team van de HZ konden zich tijdens de Delta Ride for the Roses een dagje echte profielredders voelen. Tijdens de 120 kilometer kregen ze begeleiding van een volgwagen van de Belgische profploeg Lotto Belisol, die ze hadden gewonnen bij de actie van Omroep Zeeland. Onderweg werd er voor eten en drinken gezorgd bij de stops, maar ook, zoals bij de echte profielrenners, op de fiets. Ja, geweldig. Echt, net al hadden we een spaakbreuk van iemand. Nou, gelijk de volgwagen erbij en het was gefixt. Ja, dat gaat prima. Ja, lekkere reepjes, drankjes. Ja, super. Ik voel me bijna een echte prof, ja. Echt geweldig. Na 120 kilometer bij terugkeer in Goes was het nog niet afgelopen voor het team van de HZ. Er stond ze nog een beloning te wachten. Het was voor mij de eerste keer dat ik de 120 reed. En viel alles mee. Ik denk ook wel dat het aan het tempo van de groep lag. Het was niet onwijs hoog, dus dat was super goed te doen.